Ja, er zit enige, misschien bij u thuis ook voelbaar, enige onrust in deze aflevering van het programma. En dat komt omdat er zojuist een artikel is verschenen in het Algemeen Dagblad. Morgen in de papieren krant over onze collega Khalid Qassem. Dat kwam niet helemaal als een verrassing, want er was een rechtszaak aan vooraf gegaan die de publicatie in eerste instantie verbood, later weer toestond. Laten we eens even kijken wat we daar nu over kunnen zeggen. Het nieuws is in ieder geval belangrijk genoeg om te behandelen. Dat doen we zo dadelijk met Sven Brinkhoff. Hij is hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En met Anis Boumanyal, hij is strafrechtadvocaat. Het gaat dus om het tweede artikel dat geschreven is op basis van de tapes die Peter R. de Vries zou hebben opgenomen in zijn advocatenkantoor. Dit is de aanloop. Presentator Khalid Qassem legt zijn werkzaamheden bij BNNVARA voorlopig neer, want dat doet hij na beschuldigingen over omkoping. Het AD meldt dat hij in 2019 aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou hebben toegegeven dat hij een ambtenaar had omgekocht. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten zegt dat er onderzoek nodig is naar het nieuws over talkshowpresentator Khalid Qassem. De Rijksrecherche gaat oriënterend onderzoek doen naar presentator, een oud-advocaat Khalid Qassem. Dan heeft de rechter vandaag besloten dat het tweede artikel van het AD over Khalid Qassem niet gepubliceerd mag worden. Het gaat er al weken over, het artikel van het AD dat nog altijd niet gepubliceerd is. Het AD mag toch een artikel publiceren op basis van opnames die gemaakt zijn door Peter R. de Vries. Ja, misschien Sven, om even te beginnen. Hoe heeft die rechter nou gewogen dat het... Het is een vermoedelijk gestolen tape. Hè? Mm. Het is een tape. Het zijn opnames van gesprekken die niet bedoeld waren, voor zover we kunnen achterhalen, om ooit gepubliceerd te worden. Klopt. Dan wordt er gezegd, er is een maatschappelijk belang. Hoe wordt dat gewogen eigenlijk, een maatschappelijk belang? Nou, dat is in twee instanties ook wel echt anders uitgepakt. Op rechtbankniveau werd gezegd van, nou, dit mag niet gepubliceerd worden. In hoger beroep is dat helemaal weer van tafel geveegd. En daar zijn, kijk, in de juridische wereld is het altijd een afweging van belangen. En toen zijn de belangen van veiligheid en geheimhouding minder zwaar bevonden dan het publiek belang. En de vraag is nu, met het artikel wat wij net hebben gelezen, of dat echt wel zo groot was, dat publiek belang. Ik heb daar wel wat vraagtekens bij. Of het artikel wel voldoende publiek belang heeft? Nou, het begint natuurlijk wel heel explosief. Contacten met imperiale, contacten met Taghi, ook vanuit het verleden. Maar als je dan doorleest, ja, dan is het toch dat Qassem in ieder geval in dat gesprek met Peter en met Royce toch wel heel duidelijk aangeeft, ik heb eigenlijk niks gedaan. Er werd wel vol druk op mij uitgeoefend, maar ik heb niks gedaan. Dus ja. We gaan er zo proberen ietsje meer op in te zoomen om het artikel. Aan iets, wat is jouw eerste reactie als je nu ziet dat het artikel er is? In retrospectief, maar dat is altijd makkelijk praten, had ik meneer de Vries niet geadviseerd om een kort geding te starten. Want daardoor is er wel heel veel ruchtbaarheid gegeven aan een artikel die qua inhoud misschien wel nieuwswaardig is. Daar ga ik niet over, daar wil ik even vanaf zijn. Maar ik niet achterover ben gevallen, zoals bij het eerste artikel het geval was. Het lijkt meer eerder als oude wijnen in nieuwe zak. Ja, oké. Okay. We gaan nu even proberen aan de hand van het artikel is allemaal net voor deze uitzending bij jullie, maar ook bij ons binnengekomen. Ja. Dus we moeten een beetje improviseren. Maar we hebben geprobeerd, onze redactie, om de belangrijkste punten uit dat artikel even samen te vatten. Ja. En dan kunnen we misschien daarna nog even kijken of we iets helderder komen bij het beantwoorden van die vraag van maatschappelijk belang en wat we nu eigenlijk weten. Dus laten we even kijken wat er zoal in dat artikel staat. We hebben een organisatie, dat is de organisatie van Ridouan Taghi. En het is eigenlijk een vervolg op een artikel dat eerder is verschenen in 2020... waarbij er een vermoeden was dat Khalid Qassem informatie door had gegeven aan die organisatie van Ridouan Taghi op een moment dat dat niet had gemogen. En daar heeft toen de deken naar gekeken en die heeft toen uiteindelijk gezegd, ik vind er geen bewijs voor dat is gebeurd. Laten we even kijken hoe dat nieuws was. Qassem is in opspraak gekomen door berichten dat hij inderdaad informatie zou hebben gegeven aan het kamp van Taghi na een wapenvondst. Daar was hij nogal over in paniek, Taghi. Dus die heeft heeft hij informatie gevraagd. En de bewering is dat Qassem dat heeft doorgespeeld omdat hij iemand bijstond in dat proces. Nou, Qassem zelf ontkent dat. Advocaat Khalid Qassem is niet het lek in het onderzoek naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi. De Amsterdamse Orde van Advocaten heeft daarvoor geen bewijs gevonden. Is dat nu anders als jullie dit stuk lezen? Ik zie in het artikel geen smoking gun. Nee, dus, heb ik ook. Ja. Nee?
Wat staat er dan in? Ik vraag me echt. Ik wil bijna mijn telefoon gaan pakken en het gaan lezen. Ik wil best voor u voorlezen, maar ik weet niet of dat nog. Nee, we gaan niet het hele artikel voorlezen. Maar we komen er langzaam wel in. Want in het artikel vertelt Galit op de tape uit 2019 dat er iemand bij me op de stoep staat met de vraag om een dossier te krijgen. Galit zegt dan, daar heb ik toen niks mee gedaan. En later zouden leden van de criminele organisatie van Taghi ook nog bij zijn broer zijn geweest. En daar zou zijn gevraagd: kun je niet eens met Galit praten? En nou ja, that's it. Nee, dus dit artikel ademt wel heel erg uit de druk die kan worden uitgeoefend rond dit soort zaken, met dit soort zware en georganiseerde criminaliteit. En als je als advocaat eigenlijk in de frontlinie staat, zeker in het geval van Kassem, als je ook nog een band uit het verleden hebt, of vanuit zijn jeugd, met de verdachte groep. En dat laat dit artikel wel natuurlijk heel mooi zien, hoe lastig het dan kan zijn voor een advocaat om je rug recht te houden. Maar wat mij betreft blijft overeind naar dit artikel dat Kassem, zoals ik het artikel heb gelezen, zijn rug heeft recht gehouden. Juist. Kijk, wat er in dit artikel staat, is moeilijk heel kort samen te vatten. Maar het is natuurlijk een verslag van een gesprek wat er is op het kantoor. Waar Peter R. de Vries dan nog, als ik het goed heb, de directeur is. En waar Royce en Galit als advocaten werken. En dan is de dag na de arrestatie van Ridouan Taghi, wordt er met elkaar gesproken. En dan komt er ook een naam van een Italiaan naar voren. Hoe heet hij ook alweer? Imperiali. Imperiali. Geen onbekende. En dan zegt Galit op een gegeven moment, ja, ik heb die imperiale trouwens nog geholpen met een of andere familierecht kwestie, wat tot enige verbazing leidt bij de familie de Vries. Ja. Want die zeggen, wij dachten toch dat jij op vakantie was in Dubai. Want hij was daar ook met vrouw en kinderen. Ik zeg daar wel bij. En misschien in de strafrechtwereld is wat gek. Ik bedoel, je bent op vakantie. Dat komt echt wel eens voor dat iemand dan belt. Oh, nou, waar ben je? Nou, ik ben in Dubai. Oh, nou, ik ook. Zullen we even koffie doen? Nou, mevrouw gaat dan naar de spa. En ik ga dan even een kop koffie doen met een cliënt. In hoeverre dat dan specifiek een reis is naar Dubai om te werken. Dat is niet altijd het geval. Nee, dat is een dunne lijn tussen werk en plezier. Als je naar Dubai gaat, kom je ook bijna altijd wel een cliënt tegen. Ik weet niet of ik hem op zwijgrecht kan beroepen of dat gaat, maar dat doe ik dan wel even. Maar dat gebeurt regelmatig. Ja, dat gebeurt inderdaad. Het is, je zou ook denken, als je nou op vakantie wil, dan moet je dus juist niet naar Dubai. Nee, dus culpa in causa geval is het dan in dit geval. Hij vertelt dan dus van ja, en dat was een familiekwestie. Het was wel raar eigenlijk, want ik zit in de auto en ik moet halverwege moest ik ook in een andere auto gaan zitten om hem te ontmoeten. Is dat iets waarvan jullie zeggen, nou ja, ach ja joh, dat hoort nog helemaal bij het werk? Nou, ik heb dat nog niet meegemaakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het is wel op zijn minst genomen pikant dat dit gebeurt. Ja. En kijk, als je in een complottheoriewereld leeft, dan zou je natuurlijk wel iets achter kunnen zetten. Maar goed, ik weet het niet. Het is pikant. Kijk, wat misschien het aantrekkelijke aan dit verhaal is, en wat tegelijkertijd het moeilijke voor Galit Kassem is, is dat hij vrij snel guilty by association zou kunnen zijn. Omdat hij kent al deze jongens. Hij heeft bij de jongens in de klas gezeten. Hij ook in het artikel. Jurandi S., de moordenaar van de broer van de Kroongedagen, is een vroegere, zegt hij zelf ook op die tape, een vroegere jeugdvriend van hem. Met Taghi heeft hij ook in de klas gezeten. Maar nu komt er wel een moment aan wat ook wel interessant weer is. Hij zegt, ik heb die Taghi niet meer gezien sinds, ik geloof, 2006 of 2007. Ja. En uit dit artikel blijkt dat in ieder geval niet klopt, in de zin dat hij nog wel contact met Taghi heeft gehad. Maar daar ligt de nuanceverschil, hè? Ik bedoel, contact en gezien, dat is één. Tweede nuanceverschil is het direct contact of indirect contact geweest? Want ik begreep wel eens dat je dan zelf niet degene was die het contact opnam, maar mensen sturen. Dat is van mij, wat mij betreft nog niet heel erg goed duidelijk gebleken uit die tapes. Die tapes roepen vragen op en zijn multi-interpretabel. En daar ligt het gevaar dat je dan vervolgens in een bepaalde context gaat plaatsen, terwijl aan de andere kant meneer Kassem gebonden is vanwege de geheimhoudingsplicht. Ook al is die advocaat af, dan heb je nog altijd de geheimhoudingsplicht. Dat hij daar niet te veel op in kan gaan. Nee. Maar contact hebben met Taghi, sorry. Sorry? Er zijn toch maar weinig mensen die contact hebben met Taghi. Nou ja, rechtstreeks. Hij was toen ook wel voortvluchtig, hè? Overigens, ik moet dan zo zien. Volgens het Openbaar Ministerie, ik ben er voorzichtig in, Taghi en de organisatie was echt heel erg groot. En op het moment dat je in de strafrecht
wereld zit als strafrechtadvocaat, dan is er altijd wel direct of indirect een link met de Taghi-organisatie. Is het raar dat je als advocaat contact hebt met iemand die gezocht wordt? Nee, dat is niet, nee? Dat is niet raar. Sterker nog, ik heb cliënten die gezocht worden, maar ja, met wie je contact hebt. En zelfs het de goede banen leidt dat zich meldt. Het lukt altijd even goed. Hij was niet zijn advocaat. Nee. Maar dat was niet de link. De link lijkt wel op basis van dit artikel wat actueler te zijn en wat meer dan Kassem ook richting de Vries en Royce ja, te mee voorspiegelen. En dat wordt hij ook wel mee geconfronteerd in dat gesprek van, hey, we dachten dat het iets was uit je prille jeugd, maar hoe zit het nu? Ja. En daar gaat dat gesprek dan heel erg over. Ja, misschien moet ik dat even inleiden. Want Galit heeft wel al eerder tegen de familie de Vries gezegd, tot groep 7 zaten we bij elkaar in de klas, Ridouan en ik. In de tapes waar het Algemeen Dagblad over praat, zegt Galit recent contact hebben gehad met Taghi. Ja, toen ze bij me kwamen, toen dat met jou speelde, zegt hij tegen Peter R. Dat is eigenlijk de eerste keer in weet ik hoeveel jaar dat ik rechtstreeks contact met Taghi heb gehad. Okay, Het Algemeen Dagblad linkt dat dan aan de brief die Taghi zou hebben gestuurd aan Peter R. de Vries in 2019, waarin hij zou hebben gezegd dat Peter zich geen zorgen hoeft te maken. Dat was eigenlijk zo'n brief van Peter, ik ben een groot fan van jou, of wat dan ook. Ik heb daar toen met Peter over gesproken. Laten we even luisteren hoe dat daar ging. Ja. Het gekke is dat hij, want het is toch ook zeg wel een beetje een merkwaardige brief, vind ik zelf, waarin hij bijvoorbeeld schrijft, ik heb als jongen altijd heel geboeid naar je tv-programma gekeken. Ik respecteer je en zie je als een professioneel journalist. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om jou iets aan te doen. Ik heb 100.000% niets tegen jou. Ja. Ja, er sluipt enige romantiek in deze brief daardoor. Vond ik ook wel, ja. Zeg jij, ik geloof 100% dat dit van Ridouan Taghi is? Oh, voor 100.000%, om even zijn term te gebruiken. Ja, ja. Daar kan geen misverstand over bestaan. Dit is absoluut van Ridouan Taghi. Ja, vermoedelijk is, ik ga nu even mee met de lijn die het Algemeen Dagblad dus in dit stuk heeft. Is vermoedelijk Peter hier zo van overtuigd dat het 100.000% zo is, omdat... Wat nu eigenlijk blijkt, Galit vermoedelijk dat contact heeft gelegd of met Taghi heeft gesproken. Ja, Kassem zou dit moeten of kunnen uitleggen. Ja, dat zeg je. Ja. Maar kan je dat ook uitleggen? Of word je nou beperkt door allerlei afspraken die je hebt? Dat is wat ik erachteraan wilde zeggen. Maar kan dat niet vanwege de gebondenheid. En daar wringt de schoen. Dat lijkt me heel frustrerend. Frustrerend ook voor het AD-journalist, Jelle Tieleman en Gilde. Maar aan de andere kant ook voor Galit Kassem, die dat niet kan uitleggen. Ik vind dit wel interessant, dat dit wordt gedeeld. Dit is wel nieuwswaardig, meer nieuwswaardig. Aan de andere kant is het ook weer niet nieuws waarvan ik dacht van... wow, gaat het hierom? Daar ligt wat mij betreft de crux. Ja. Nee, maar nogmaals, als Kassem niet de advocaat is van Taghi, dan is er toch ook geen vertrouwelijkheid? Dan is er toch niet een... mag je toch... Als hij zegt, ja, als je niet zijn advocaat bent, heb je ook niet dat cliënt-advocaat gebonden. Nee, dat ligt iets anders. Op het moment dat iemand je belt, alleen maar belt om te zeggen, nou, wil je misschien mijn cliënt, wil je misschien mijn advocaat worden? We zijn puur in oriënterende fase. Mag je niet delen wat er is gesproken? En daar sfeer ik bij. Ik als advocaat, maar ik spreek voor de gros van de strafrechtadvocaat. Dat zal ik nooit schenden. Ik wil even de reactie van Galit geven voordat ik naar jou ga, als je het goed vindt. Galit heeft gereageerd en heeft gezegd, Algemeen Dagblad zegt, te citeren uit opname van vertrouwelijke gesprekken die binnen een advocatenkantoor zijn gevoerd. Dat zijn gesprekken die naar hun aard geheim moeten blijven. En daarbij kunnen zonder enige terughoudendheid gedachten, meningen en speculaties worden uitgewisseld. Het is voor elke advocaat en voor de advocatuur in het algemeen essentieel dat dit soort gesprekken volstrekt vertrouwelijk blijven. Nou, dat lijkt mij een waarheid. Klare zaak. Dat klopt helemaal. En wat ik net wilde zeggen, hij was inderdaad met de handen gebonden inderdaad door die geheimhoudingsplicht. En mijn voorspelling is dat het ook in de zaak tegen Weski... dat we exact eenzelfde situatie gaan krijgen. Iemand die zich waarschijnlijk wel wil verdedigen, maar dat niet kan. En daarom staat dit verhaal, maar ook richting Weski, staat wel symbool voor iets groters. Namelijk een advocatuur die als het ware in de knel komt door allerlei redenen. De druk die vanuit het milieu komt, de link met het verleden. En hoe gaan we daar nou voor de toekomst mee om? Hoe zorgen dat die advocaten daar minder vatbaar voor worden? Dat is de grote vraag. Ja. Nou ja, er wordt vanuit het overheidsapparaat wordt gezegd, meer controle op advocaten. Ik weet niet of dat het per definitie is, omdat je dan ook in de knel kan komen met die vertrouwelijke relatie advocaat-cliënt.
cliënt. Dus mijn idee zou zijn meer de advocatuur als belangrijk onderdeel van de rechtsstaat zien en kijken hoe kunnen ze daar binnen houden en ook beschermen. Maar dat zijn wel nog open vragen die ook na de uitspraak in de Marengo-zaak van vorige week nog echt open liggen. Ja. Ja. Jij zei net, Annies, ik zie geen smoking gun. Zie jij die? Nee, ik zie ook geen smoking gun. Ik snap dus wel dat Jelle Tieleman het wilde brengen, ja. Maar geen smoking gun. Oké. Okay. Ik zou zeggen, Deken heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Althans, dat stellen ze. Onderaan de streep zeggen ze, we kunnen niet vaststellen dat hij de lek is geweest. En ik zie op basis van dit artikel geen heroverweging van die beslissing. Nou, goed. Ja? Misschien nog één ding. Ja? Ik denk in het journaal deze... komt eraan, hè? Want toch nog één ding. Gelet op alles wat er is gebeurd in Marengo, rondom de kroongetuigen, de veiligheid, vind ik de afweging om het toch te publiceren en de risico en veiligheid wat je dan misschien in de waagschaal legt, vind ik toch wel een hele lastige die rondom dit verhaal hangt. Ik denk dat je nu ook als journalist nog voorzichtiger dan ooit moet zijn. Zeker met deze verdachte groep. Oké. Okay. Ik dank jullie.